auto, want ik ga voor mijn nagels te laten bijwerken. Ik ga direct naar binnen. want het is tijd. Ik ga ze ineens al een beetje korter laten doen. Want als de baby er is, dan wil ik graag wel wat kortere nagels. En dan kan ik er nu al wat aan wennen. Ik denk dat mijn volgende afspraak binnen 3 weken of zo is. Ik ben net geen 35 weken momenteel. Dus ja, dan ben ik net geen 38 weken, denk ik. Als ik terug ga voor mijn nagels. Dus misschien is hij er dan al. Of misschien net niet. Maar anyway, ik ga mijn nagels sowieso al korter laten doen. En ja, dat ik er al een beetje aan kan wennen. En moest hij toch komen op 37 weken of zo. Dan zijn mijn nagels niet super, super lang. Want dat is toch wel net iets makkelijker, vind ik persoonlijk. Met een babytje en die kleine kleertjes en die kleine knopjes en alles. Dan met zo'n hele lange nagels. Dus ik ga naar binnen en ik zie jullie straks weer als ze gedaan zijn. Oké, ik ben buiten bij mijn nagels. En dit is het resultaat. Gewoon kort, nude. Ik heb Biap op mijn nagels nu. In plaats van gel. Normaal heb ik altijd gelnagels. Als die zo lang zijn en zo. Maar nu, omdat ze zo kort zijn, zei ze van, oh, misschien moet je eens Biap proberen. Dat is ook heel goed voor je nagels. En beter voor je nagels en zo. Dus let's try this. Maar ik ben ondertussen in de parking in stad. Want ik ga hier nog even een beetje zoeken naar een aantal dingetjes qua kledij. Voor postpartum. Voor eventueel mee naar het ziekenhuis te nemen. En de eerste weken thuis en zo. En dan nadien ook natuurlijk. Want ik wil niet alleen maar dingen kopen voor de eerste weken. Maar ik wil wel dingen kopen die ik nadien ook nog kan dragen. Dus ja, ik kom even hier nog een beetje shopjes doen. Even rustig weg. En we zien wel of dat we dingen vinden of niet. Maar dan kan ik het tenminste passen. Want ik wou eerst nog wat dingen online kopen. Maar dan dacht ik, dan moet ik dat misschien nog terugruilen. En weet ik veel wat. En dan kan ik nu gewoon dingen passen. En misschien wat beter inschatten of het goed is of niet. Dus dat is het plan. Oké, het is ondertussen al 7:30, denk ik. Ja, 7:30. Mia Loetje die ligt in bedje. Ik ben dus al heel lang terug thuis. Ik denk nu tegen 2:30 of zo. Thuis was. Maar ik moet jullie nog even laten zien wat ik... ik ga jullie nog even laten zien wat ik allemaal heb meegenomen van mijn shoppingtripje daarnet. Ik ben bij Primark en de H&M geweest. Daar heb ik toch dingetjes gevonden. Onder andere deze heb ik bij de Primark. En dan deze plastieke voor sowieso mee te nemen naar het ziekenhuis. En deze zijn ook wel heel leuk voor gewoon in de zomer casual aan te doen. En deze eventueel voor in het ziekenhuis aan te doen. Zodat ik daar niet op blote voeten moet rondlopen. En dan heb ik gewoon gemakkelijk, ja, weet je, als die vuil worden of weet ik veel wat, dan maakt dat niet uit. Wat heb ik nog van de Primark? Dit is gewoon een zwart pyjama shirtje, ook voor in het ziekenhuis en eventueel die eerste weken thuis. 2 pakjes sokken, want ik heb overlaatst al mijn sokken die zo helemaal afgedragen waren en zo heb ik allemaal weggedaan. En ik heb eigenlijk niet meer zo heel veel sokken, dus daarmee, dat kwam wel van pas. En dan ook nog deze, gewoon een hele simpele sweater in het grijs, gewoon ook van de Primark. Ik dacht, weet je, voor nu heel handig om aan te doen, maar even ook mee hier thuis gewoon te zitten of eventueel in het ziekenhuis of zo. Ik moet mijn gif nog even klaarpakken voor mijn ziekenhuis thuis, dus dat ga ik wel zeker nog doen. Dat ga ik zeker morgen of overmorgen nog wel moeten doen, al mijn grief klaarpakken. Zodat ik mijn ziekenhuis thuis wel eens kan maken, want dat wordt stilletjes aan ook wel tijd. Dus ja, ik heb al wat spulletjes opzij gelegd en ik heb daar straks nog een wasmachientje met donkere was gedaan. Om daar ook nog wat dingen uit te kunnen gebruiken en wegsteken en al opzij te houden. En dan natuurlijk onze valise voor Centerparks moet ik ook nog maken. Dus ja, dat komt de komende dagen wel. En dan bij de H&M heb ik enerzijds dit petje gekocht, want Andries die zegt altijd dat ik heel goed sta mijn pet of zo, of mijn hoed, of weet ik veel wat. En ik dacht, misschien wel fijn voor als we zo buiten gaan en weet je, zo die eerste weken met de baby ook. Mijn haar gaat misschien niet altijd helemaal top zijn, maar dan kan ik dat gewoon opzetten en dan is dat toch met iets anders. Nog extra voedings-BH's in een maatje groter. Ik heb er al 2 in de maat die ik nu gekocht heb. Want ik merk dat de andere die ik heb, dat die nu heel goed passen. Echt heel aansluitend zijn en zo. Maar if you know, you know. Als je zelf al borstvoeding hebt gegeven, zeker in het begin,
dan kan dat wel redelijk pittig zijn en gaan mijn borsten misschien nog wel net iets groter vallen. Dus daarmee dat ik dacht, ik ga al 2 extra in een maatje groter pakken, zodat ik een beetje extra marge heb en dat dat tenminste comfortabel zit, want dat is heel, heel belangrijk. En dan een setje van deze, dat zijn ook voedings-BH's, dus die kun je ook gewoon hier open doen, juist gelijk die andere. Maar deze hebben geen beugel, deze hebben dat wel, hè. Die zijn echt zo voorgevormd. Deze, die hebben geen beugel en zo. En ik dacht dat die heel aangenaam zouden zijn voor in te slapen s'nachts. Maar sorry, en om ook voor in te slapen s'nachts en om s'nachts gewoon gemakkelijk eten te kunnen geven. Ik heb heel veel van die gewone zo topjes, maar die kan ik niet open doen. Dus die moet ik altijd over mijn schouder doen om uit te doen en om dan te kunnen voeden. Dat heb ik bij Mialou wel heel veel gedaan op die manier s'nachts. Dat ging op zich wel, maar ik dacht, dit gaat ook wel handig zijn. En ik denk dat ik een van die 2 of zo ook wel mee ga nemen naar het ziekenhuis. En even goed, als wij gewoon chill hier thuis zitten, dan is dat ook wel makkelijk om gewoon dit aan te houden. Dus voilà, dat heb ik ook ineens meegepakt. Dat is al wat ik heb meegenomen. Dus het is niet dat ik superveel heb gekocht of zo. Maar het zijn wel allemaal dingen die nog zeker van pas gaan komen. Ik ga mij gewoon even gaan ontschminken boven en in mijn kamerjas zetten. En mijn buik goed insmeren, want ik voel dat mijn huid zo'n beetje begint te jeuken. Het is tijd om alles goed in te smeren. En dan ga ik gewoon niet meer heel veel doen vanavond, want ik ben echt best wel moe. En morgen ga ik hier beneden alles opruimen, want het is hier echt heel rommelig. Dat is precies of ik ben een dag hier niet geweest en alles is hier echt zo rommelig. Nee, dat is niet waar. Soms als ik hier een hele dag ben, is het hier ook rommelig. Maar ik kan het niet meer zo heel goed verdragen. Dus ja, zwart. Ik ga mij ontschminken, kamerjasje aandoen, buik helemaal insmeren en dan gewoon in de zetel ploffen. En dan zie ik jullie waarschijnlijk morgen terug. We zijn de volgende dag en wij zijn met z'n drietjes in de auto. Allee, 4 als je het baby meerekent. En we gaan onze daguitstap naar de winkel maken. Daguitstap? Nee, we gaan eten halen. Ja, dat is toch de uitstap van vandaag. Want voor de rest hebben we niet zo heel veel gedaan. Ik heb eigenlijk wel veel gedaan. Maar gewoon thuis. Zo, dat was de doopsuiker afgewerkt. We moeten alleen nog zien of we iets van een lintje of zo rond gaan doen. Maar voor de rest is alles klaar daarmee. Adressenlijst aangevuld en zo, dus allemaal heel heel goed. En we gaan nu eten halen en ineens wat snackjes voor mee naar het ziekenhuis te nemen, om mee in onze ziekenhuiszakken te steken. En natuurlijk ook snackjes voor deze meid, want she eats like crazy. En ja, ik ook wel, want 35 weken zwanger, dus mag ik. Wij zijn terug thuis. Het ging super goed trouwens in de winkel. Het was echt heel leuk. Mia was super flink. En wij gaan eten. Andres heeft het eten gemaakt. Dus zelfgemaakte burgers met frietjes uit de airfryer. Andres is nog aan het blazen voor zijn dochter. Want ik had heel veel zin in zo, ja, een burger met frietjes. Maar hier in de buurt zijn niet echt goede adresjes om dat te laten leveren of om dat te bestellen of zo. Dus hebben we dat zelf gemaakt. Allee, Andres heeft dat gemaakt. Dus wij gaan lekker eten, hè, schat? Ja. Ja? Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag vandaag. Het is weekend. Het is heel, heel leuk. Het is 9:40. We zijn al klaargemaakt en alles. We hebben al ontbeten. Rustig op het gemakske. Rustige zaterdagochtend. En ik ga eindelijk beginnen aan het klaarpakken van al het grief voor mee te nemen naar Centerparks. Want maandag vertrekken we. Dus heel, heel fijn. Dus dat ga ik even doen. Al wat spulletjes klaarpakken daarvoor. Klaarleggen. En tegelijkertijd ook ineens nog wat spulletjes klaarpakken en klaarleggen voor mijn ziekenhuistas. Dan kan ik hopelijk... Vandaag gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Want ik denk dat ik nog 1 wasmachientje moet draaien om nog wat spulletjes weg te kunnen steken. En van Mialou moet ik ook nog wel wat dingen wassen vooraleer dat ik echt haar zak kan maken, denk ik. We zullen zien. Maar dus ik denk dat ik dat vandaag nog ga doen. En dan kan ik morgen effectief alles wegsteken. En normaal gezien, het is toch mijn plan om er ook een video van te maken. Dat ik er heel veel vragen over kreeg van wat ga je allemaal meepakken. Dus ik denk dat ik dat morgen ga doen. Dan is het zondag. Dan heb ik ook nog tijd om dat te doen. En dan staat dat ook gewoon al allemaal klaar voor als wij terugkomen van het Centerparks. En dan zijn dat zo dingen die sowieso al klaar zijn. En dan kan ik mij gewoon focussen op hier thuis nog verder dingetjes in orde maken. Want ik denk dat ik wel zo goed als alles heb. Dus komt goed. Dus dat is een beetje het plan momenteel. Ik ga onze spullen voor Centerparks klaarpakken. Of toch klaarleggen. En tegelijkertijd nog een beetje verder alles opruimen hier. Heb je papa zijn sloepen aan, schat?
Gekkie. Oh, nee. Wat ben je daarmee aan het doen? Dat is van Filou, hè? Oh, nee. Dat is Filou zijn eten. Doe maar in het bakje. Doe maar in het bakje, schat. Ja, goed zo. Ik ben even terug beneden, want Andres die moest om 11 uur ergens zijn. En ik heb net nog een theetje gemaakt. Gember en kurkuma theetje van de Albert Heijn. Ik vind dat heel lekker. Niet voor iedereen, maar ik lust dat heel graag. Mia, doe niet in je mond steken. Ba. Eke ba. Kinderen. En ik heb ook nog een klein kommetje met cornflakes gepakt om als snackje te eten. Mielu gaat daar waarschijnlijk ook van eten. En terwijl ben ik hier beneden een beetje ook aan het opruimen en aan het wegzetten en zo. Alles staat hier overal momenteel. Maar soms moet er eerst meer rommel zijn vooraleer het opgeruimd geraakt. Dus ja, ga ik zoiets doen. Ik heb ook nog een wasmachientje ingestoken, dus het laatste wat ik nog wou wassen. Oh, heb je alles opgeruimd? Flink hoor, schatje. Wil jij hallo zeggen? Voor nog klaar te pakken om mee weg te steken in mijn ziekenhuistas en voor mee te nemen naar Center Parks, dan kan ik dat speed nog ophangen en kan ik dat morgen doen. Nee, moesje. En deze kleine muis moeten wij nog aankleden, hè? Mialou, gaan we kleren aandoen? Ja. Ja? Daarnet wou ze niet, dus dankjewel, jongens. Gaan we kleertjes aandoen? Ja. Oké, okay, let's go. Goedemorgen, guys. Het is zondagochtend, 7:00 AM. Ik heb net mijn theetje gemaakt. Ik ben nog niet zo heel lang wakker. Allee, het is 7:50 ondertussen. Ik denk dat ik tegen 7:15 of zo wakker werd deze ochtend. Andres ligt nog in bed. Die is nog rustig aan het slapen. En Jaloetje, die is nog bij mijn ouders. Want gisteren namiddag zijn wij daar naartoe gegaan. Dat is super gezellig. We hebben echt een leuke namiddag gehad. Mielu heeft daar nog een hele tijd buiten gespeeld. In een speeltuintje en zo. Dus dat was heel, heel leuk. Dat is ook echt ideaal weer daarvoor. Qua temperatuur en zo. Maar zij was dan, ja, daar in, hadden we haar in bedje gelegd, s'avonds, omdat het gewoon te laat werd voor haar en omdat zij moe werd. En dan zei ons mama en ons papa van, goh, weet je, anders moet je ze, als je wilt, mogen ze altijd laten liggen en mogen ze morgen komen ophalen. En goh, dat kwam eigenlijk wel goed uit, want dan kunnen wij rustig deze voormiddag de valiezen pakken, het grief allemaal klaarzetten, zonder dat zij er is. Ja, dan net allemaal iets vlotter, omdat we dan gewoon alle twee bezig kunnen zijn. Tegenover anders moet een van ons twee zich met haar bezighouden. Dus ja, zij is nog daar. Zij gaat daar blijven. En deze middag gaan we afspreken met Andres en papa. En gaan we daar nog iets leuks mee doen. Dus dan gaan we Mialoetje deze middag ophalen bij mijn mama en papa. En gaan we dan doorrijden naar daar. Dus ja, heel heel leuk eigenlijk. Maar ik ben dus al wakker. Mijn biologische klok is volgens mij ingesteld op 6:30, 7:15 om op te staan. Maar ja, ik zeg, het is ideaal. Ik ga rustig mijn theetje opdrinken. Even lezen. En dan ga ik gewoon rustig nog verder wat grief pakken. Dan kan ik ook gewoon, weet je, met dat zij er niet is nu, kan ik ook gewoon even rustig wat speelgoed en zo bij elkaar pakken om mee te pakken naar Center Parks. Hoewel we daar hopelijk, als het weer goed is, heel veel buiten gaan kunnen zitten en heel veel buiten gaan kunnen doen. Maar toch, dat we wel wat speelgoed en zo bij hebben voor haar, dat is altijd wel fijn. Dus, en dan kan ik ineens hier misschien nog eens wat speelgoedrotatie doen, een beetje dingetjes wegleggen, wegpakken en die dan binnenkort nog eens terugpakken als ze dat graag wilt. Dus dat is een beetje het plan voor deze ochtend. Maar eerst rustig mijn theetje drinken en een beetje lezen. Het is ondertussen 9:30 en ik ben volop bezig met alles te pakken. Alles klaar te leggen, nog verder voor de baby. Nog spulletjes voor mij, voor mijn ziekenhuistas. De spulletjes voor Center Parks, waar we morgen naartoe vertrekken. En ondertussen ben ik ook beneden nog wel wat dingetjes aan het klaarleggen al. Qua pampertjes, doekjes, alle mensen daarvoor aan het maken en in de kast aan het zetten en zo voor de baby. Dus dat de kamer, dat dat hier ook uit de kamer weg is. Dus ja, ik heb hier al een doos weggewerkt, het wasrekje is weggewerkt. Dus dan is de kamer ook al een beetje meer opgeruimd. Dus so far, so good op deze zondagochtend.
Oké, jongens, alles van mijn ziekenhuistas en die van de baby is gepakt. Allee, behalve natuurlijk zo wat dingen die nog last minute gedaan moeten worden. Ik heb ook Mia Lucha haar zak al gepakt voor Center Parks. Mijn grief ligt allemaal klaar. Dus dat is helemaal top. Ik moet alleen mijn grief ook nog wel mee in de valies steken. Maar dat kan ze biedt nog wel. Ik heb nog wat spulletjes gepakt. Alleen nog proper kleren voor Mia Lucha. Want wij gaan ze biedt. Andres is zich aan het klaarmaken. En we gaan daarna vertrekken om haar op te halen bij mijn mama. Ze stuurde dat ze haar nog net even in bedje had proberen liggen. Dus hopelijk doet ze nog even een tutje. Maar dat zien we wel. Maar ja, so far so good. Productieve ochtend. Echt veel gedaan. Dus misschien dat ik nog even een theetje ga drinken en nog even iets ga eten voordat wij gaan vertrekken. En nog wat snackjes pakken voor Mielu. Juist. Dat moest ik nog doen. Nog een paar dingetjes wegsteken. Want er zat niet meer veel in de luiertas van snackjes om tussendoor te eten. Gaan we wel doen. Anders gaat ze honger hebben. En gaat ze niet blij zijn. Thuis. We hebben een heel, heel leuke middag gehad. We zijn naar de kermis geweest met Andres, zijn papa. En Mia Loetje vond het heel, heel leuk. Ze heeft ook 2 knuffels gekregen en een bal gewonnen. Dus she was happy. Heeft echt superveel ook zo in draaimolken gezeten en zo. Dus heel, heel leuke middag gehad. En we waren pas tegen 7 uur of zo thuis. En dan is ze 20 minuutjes later of zo is en dan gaan slapen. Maar ja, we hebben ondertussen ook iets gegeten. En we gaan nu gewoon in de zetel kruipen. We hebben net de propere lakens nog even terug opgelegd op bedje. Dan was ze al klaar voordat we in de zetel kropen. En we gaan nu gewoon nog een beetje chillen in de zetel, hè. Want we zijn allebei wel moe. Allee, ik toch. Jij ook wel, hè? Mm-hmm. Van heel de middag buiten te zijn, bezig te zijn. Maar het was wel heel, heel leuk. En het was een productieve dag vandaag. Een fijne dag vandaag. Dus dat is helemaal top. Filou! Wat is er? Dus ja, we gaan nog een beetje tv kijken. We gaan nog gewoon rustig op het gemakje de dag en het weekend afsluiten. En ja, dan gaan wij morgen nog een weekje weg, hè. Alleen midweekje weg. Filou. Dus heel, heel leuk. Oh, Filou. Ik denk dat hij buiten moet. Oké, Andres gaat Filou nog even buiten laten. En dan daarna gaan wij... Ik heb mijn kamer, alleen mijn bedje zal gaan. Maar je moet de baby toch goed laten indalen, dus wandelen is belangrijk. Ik ben al heel de dag aan het wandelen geweest. Ik heb genoeg beweging gehad vandaag. Ik ga misschien zoiets nog even op mijn bal zitten voor mijn bekken. Maar in ieder geval, ik ga hier de video ineens afsluiten. Want morgen vertrekken we dan naar Center Parks en zo. Dus daar maak ik misschien nog wel een andere video van. Dat zien we wel. Maar in ieder geval, dankjewel om te kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. En zie ik jullie volgende keer terug. Bye guys. Doei.